Nou, jaren later kom ik op een moment eigenlijk dat ik dus uit het leven wilde stappen. Ja. Omdat ik het allemaal niet meer zag zitten. Mijn vader was net een paar jaar overleden en ik dacht mij, nou, ik heb nu alle ellende wel gezien. Ik hoef niet meer, ik kan dit niet meer. Ik verwacht alleen maar nog meer ellende. Ja. We moeten naar de afronding, Paul, trouwens. Ja, sorry. Nee, dat geeft niet hoor. Maar ik zie dat het 1:01 is. En dat betekent dat het nieuws erdek komt. Oké. Okay. Maar nee, maar we gaan nog even door. Oké, okay, dus dan heb ik gehoord aangeroepen. En als strohalm aangegrepen. Uh-huh. En toen is hij in mijn leven gekomen. Heb ik vrede ontvangen nogmaals. Ja. Uh-huh. Maar wat ik wil zeggen eigenlijk, want waar het mij eigenlijk om draait, waarom ik eigenlijk belde, is dit eigenlijk. Is van, ik heb zoveel rijkdom van God ontvangen. Zoveel liefde, zoveel vrede. Hij is zo echt, zo wezenlijk, echt, zo waar, echt. Zoals ik besta, zo leeft de Heer Jezus. Ja. Zo is hij bij je. Uh-huh. En wat ik wil zeggen is, ik vind het heel moeilijk om als mensen dus, zeg maar, wat God eigenlijk zegt in de Bijbel, dus van doden horen niet en doden zien. Paul, ik moet je onderbreken. Weet je wat, ik geef je zo direct nog 1 minuut na het nieuws van 2:00. We komen zo bij je terug, want we zijn er nog tot 2:30 met alle mensen. Tot zo. 2:00, het NOS Radio Nieuws. Regeringspartij VVD vindt dat minister Neterenbos de ANWB op een oneigenlijke manier onder druk probeert te zetten. De minister laat de relatie tussen haar departement en de ANWB opnieuw bekijken, omdat de ANWB zich tegen invoering van rekeningrijden verzet. Het VVD Tweede Kamerlid Hofstra beschuldigt de minister ervan dat ze misbruik maakt van haar positie. Je zou het chantage kunnen noemen, aldus Hofstra. Ook coalitiegenoot PvdA heeft kritiek op het verband dat de minister legt tussen herziening van de relatie met de ANWB en de campagne van die organisatie tegen rekeningrijden. PvdA-kamerlid Van Gijzel vindt het op zich overigens een goede zaak dat de verhouding tussen de ANWB en het ministerie van Verkeer en Waterstaat opnieuw wordt bekeken. De ANWB zelf heeft geen goed woord over voor het besluit van Neterenbos. De Israëlische radio heeft Palestijnen in Hebron en in een dorp in de buurt van Ramallah opgeroepen hun huizen te verlaten. Ook het personeel van de Palestijnse televisie in Hebron is opgeroepen hun kantoren te verlaten. Waarschijnlijk heeft het Israëlische leger de bedoeling de wijken en de gebouwen van de Palestijnse tv te beschieten. De acties zijn een vergelding voor het geweld van de Palestijnen van de afgelopen dag. Israëlische premier Barak heeft de afgelopen avond in een communiqué laten weten dat zijn land met kracht zal reageren op de aanvallen van de Palestijnen. In het communiqué dat werd uitgegeven na overleg van het Israëlische kabinet staat verder dat Israël heeft besloten tot een aantal maatregelen tegen het aanhoudende geweld. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat onderzoek doen naar de gang van zaken rond de UMTS-veiling voor mobiele telefonie. Aanbieder Telfort heeft vandaag gezegd dat concurrent Versatel impliciet had aangeboden om uit de veiling te stappen. In ruil daarvoor wilde het bedrijf toegang tot de markt voor mobiele telefonie. De veiling liep voor de overheid uit op een teleurstelling. De opbrengst was met 6 miljard veel minder groot dan vooraf was gehoopt. Het weer, vannacht aan zee buien. De komende dag opnieuw overal buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 11. Dit was het nieuws. En dit is alle mensen weer, Radio 1 en 2. We zijn er nog tot 2:30. We waren in gesprek met Paul, ook voor het nieuws. En we zeiden, we hebben nog 1 minuutje, Paul. Ja. Want anderen moeten ook aan bod komen. En er zijn er zoveel die nog wachten. Maar je vertelt nog even met die worsteling, je verdriet dat je meegemaakt hebt. Vader en moeder.